Nou ja, een ander doet het niet. En wij ergeren ons er enorm aan. En we willen ook op een leuke manier eigenlijk kinderen motiveren om ook in hun eigen wijk een beetje op te ruimen. Want je mag wel een frisse neus halen buiten. Dus wij hebben spelletjes bedacht. En die hebben we ook op YouTube gezet. En op die manier kun je op een leuke, een beetje een grappige manier ook iets aan jouw zwerfafval in jouw wijk doen. En wat hopen jullie hiermee te bereiken? Ja, dat mensen wat meer gaan nadenken van dat de wereld hartstikke mooi is. En dat je niet al die zooi op straat moet gooien. Dus dat je gewoon wat meer moet opruimen. En, bewustwording. Ja, een bewustwording eigenlijk. En dat begint al heel klein, dus wij richten ons dan op de kinderen eigenlijk. En dan kunnen die hun ouders weer een beetje opvoeden. Zo, dat is de buit voor vandaag. Dat hebben we allemaal al opgeruimd.